Peter Bouwman. Tom Kaumberg, mag ik jou meenemen in The Sims 4 jaargetijden? Je mag mij altijd meenemen in The Sims 4 jaargetijden. Mag ik jou meenemen door 4 afzonderlijke seizoenen? Ja, we mag het hele jaar door. Ik vind het leuk, jaargetijden. Ik ben een fan van. Ik vind het stom dat dit niet in de basisgame zat. Daar gaan we het niet meer over hebben. Maar ja, dat hebben we besproken in de review natuurlijk. Besproken in de review, in de podcast, in alles. We gaan het nu gewoon even lekker met elkaar bekijken. Wat is het nou eigenlijk? Want ik neem aan dat er ook heel veel winterkleding en zomerkleding en kabouterkleding is. Ja, we gaan er wel doorheen met, ik geloof, 15 keer zo snel. Maar het punt is, je gaat hier wel zien inderdaad dat er het een en ander te customizen valt. Ook qua de Sims zelf, niet alleen qua meubeltjes en zo, waar we het veel over gehad hebben in de review. Nee, het is, je kunt hier ook echt wel zien dat er een aantal nieuwe kapsels in zitten. Dat er een aantal baarden in zitten. Dat er een heleboel nieuwe kleding in zit. En natuurlijk, zoals je al zegt, er is heel veel kleding die gebaseerd is op bepaalde seizoenen. Dus er is inderdaad je dikke winterjack en er is een... natuurlijk de kerstmuts zat er al zo'n beetje in met een gratis update. Maar dikke jassen, dunne jassen voor in de herfst. Er zitten paraplu's in en dergelijke die je in regenbuien tevoorschijn kan toveren. Tuurlijk, dat moet je hebben, want het kan regenen in de herfst. Ja, tuurlijk. Ja, nou ja, goed, ik vind het heel vet dat er nu regen in de Sims zit. Want het was altijd net iets te zonnig. Wat natuurlijk wel een mooi plaatje oplevert. Maar als je echt de meest diepgaande verhalen wil vertellen met je Sims, dan is het natuurlijk ook wel zo realistisch dat je ze mee kan nemen door de seizoenen. Ja, ik vraag me wel af waarom jij dan dit zo'n guy maakt. Is dit hoe jij wil dat jij bent? Nou, nee, weet je, wat ik heb met The Sims, als je dat veel gaat spelen, is dat je op een gegeven moment denkt van, ik moet niet altijd hetzelfde willen maken. Want ik heb natuurlijk mezelf al gemaakt, ik heb mijn vriendin al gemaakt, ik heb mijn kat al nagemaakt, ik heb al de hele redactie nagemaakt. Dus dan denk je, weet je wat, laat ik eens echt even iets compleet anders gaan doen en laat ik even een ander verhaal gaan bedenken. Dit vind ik leuk, een feestdag toevoegen. Ja, er zitten een aantal standaard feestdagen in, maar je kunt na een tijdje, omdat je best wel snel door die seizoenen heen gaat en zo, ik geloof dat het een week is, ongeveer in Sims-tijd, dat je door een seizoen heen kan gaan, is het wel eens fijn om ook te kunnen zeggen van, hey, ik pak het wat anders aan en ik ga gewoon mijn eigen feestdagen bedenken in plaats van dat ik degene pak die de Sims, zeg maar, standaard telkens weer voorschotelt. Dus je kunt gewoon, als je een nieuwe wereld start of een nieuw gezin start, kun je zeggen, deze hebben niet de standaard feestdagen, deze hebben andere feestdagen en dan kun je natuurlijk zelf je feestdagen gaan maken. Ja, ik vind het wel handig. Dan, ik weet sowieso dat in jouw game de Peterdag zit. Dat je een dag lang Peter gaat aanbidden. Ja, en de facetten daarvan zijn dan samen sporten, lekker gamen, gezellig doen en vrij krijgen natuurlijk. En? Of vrij krijgen. Vrij krijgen. Ja, krijgen we vrij op Peterdag? Nou, denk ik niet hoor. Ik denk die extra moet hard op werken op Peterdag. Shit, oké. Dus, dat is dan weer een extra dag. Maar goed, wat het leuke is met deze uitbreiding is natuurlijk, en dat ga je ook zien in deze timelapses, dat er heel veel buiten dingen zijn. Natuurlijk, binnen zijn genoeg nieuwigheden, maar het is natuurlijk in de zomer wil je graag buiten zitten. Dus er zijn wat poeltjes om in te springen, er zijn nieuwe parasolen om in te springen of onder te gaan zitten. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die je in de sneeuw kan maken, bouwen, planten. Natuurlijk de nieuwe bijennesten en dergelijke, de bijenkorven kun je natuurlijk nou ook kopen. Je kan imker worden. Je kan imker worden, dat is een van de nieuwe... Het is niet echt een vaste job, maar het is wel waarmee je je sim zeg maar gaande kunt houden. En hetzelfde geldt nu ook voor tuinieren, dat ze nu veel meer focussen op, als jij een goede je tuin kan runnen, dan kun je daar ook een soort van tuinier mee worden. Dan kun je daar daadwerkelijk ook gewoon lekker van leven. Dat kon in een zekere zin al in de basisgame. Maar nu hebben ze dat wat groter gemaakt en er is ook echt een losse tuiniersbaan. En natuurlijk, en dit vind ik een van de leukste dingen, we maken hier een kas. Dan denk je van, ja, dat is op zich best wel leuk. Leuke uitbreiding. Maar dit is dus iets is wat dat ook een al... irrigatiesysteem? Dat is niet echt irrigatiesysteem. Het is meer afbakening van hier gaan we zo wat dingen planten. Kijk, dat was gewoon even een soort van guide. Rastig. Ja. En dan natuurlijk ook de zaadjes erbij. Maar het leuke is dus dat die kassen, dat is niet echt iets van jaargetijden. Dat is nu gewoon een vast ding in de game. Oh vet, dat is een gratis update. Ja, dat is een gratis update. Dat zijn die glazen daken die je daar op de zijkant ziet. Die glazen daken die zijn gewoon gratis voor iedereen. En dat was ook een veelgevraagde feature. Het is wel zo dat jaargetijden er iets meer mee doet. Dat je daar daadwerkelijk iets meer aan hebt. Maar omdat het zoveel gevraagd werd in het basisspel al, hebben ze dat gratis toegevoegd een paar weken terug. Harken. Ja, het is herfst. En dan ga je bladeren harken. En dan krijg je zo'n stapel bladeren. En die ook moet daar. Ook weg natuurlijk. Huh? Door de compost hoop ook. Ja, nou ja, goed. Het wordt een. Ik wil niet zeggen compost. Maar er gaat wel het een en ander in gebeuren, ja. Dit is een hele spannende teaser. Ik hang aan je lippen. Je kan erin springen en spelen. Ja, nou ja, je kids wel. Maar je kunt ook volwassen vertieren hebben daar met z'n allen. Oh, wat vet. Echt waar? Ja, je kunt een ojaatje doen in de bosjes.
Wow, weet ik niet of dat erin heb geknipt in deze gameplay. Maar het kan wel. Het zat volgens mij wel in de video-review dat we even lieten zien dat twee mensen in de bosjes even wild aan het doen. In de bosjes gedoken zijn. Ja, lekker. Nou ja, in de composthoop gedoken zijn. Ja, hier zie je nou ook dat het iets verder gaat met het daadwerkelijk onderhouden van je eigen kastje. In theorie, hè, als je dit glazen dak niet had geplaatst, groeien de planten dan langzamer? Nee. Zo diep gaat het niet. Dus, net zoals met heel veel dingen van de Sims is het vrij esthetisch. Dus ze weten, de Sims als spel weet wel wanneer iets binnen of buiten is. En dat kan wel het een en ander bepalen natuurlijk. Of het er wel of niet sneeuwt en dergelijke. Maar nee, dit heeft niet echt heel veel verdere repercussies op je spel. Het leuke is wel, je zag daar net even die kaboutertjes. Dat is van een standaard feestdag, al kun je die zelf ook instellen. Dat er allerlei kaboutertjes in één keer je huis binnenvallen en dingen kapot gaan maken. En gaan zeggen, plant voor mij deze boom, anders dan ga ik niet weg. Dergelijke. Geef je dan allemaal kleine opdrachtjes en daarmee kun je dan... Dat is dan een feestdag dat je dan zeg maar die kaboutertjes, magische kabouters gaat helpen. Ik vind dat wel weer lekker The Sims. Dat heeft alweer iets van die koddige, van je gaat levens maken, maar we stoppen er wel het een en ander aan magie en wonder, verwondering in. Ik word hier blij van. Hoezo word je hier blij van? Nou, omdat ik dit leuk, ik vind tuinieren leuk en ik vind het leuk om zo'n kast te bouwen. Dat vind ik echt heel tof en tof dat het ook een gratis update is. Ja, dat sowieso. We zijn inmiddels in een ander seizoen beland, heb ik het idee. Ja, dit is overduidelijk de zomer. We skippen sowieso een beetje heen en weer, ook van verschillende bouwwerken en van verschillende gezinnen, want het zijn wat meerdere playthroughs. Deze is dan toevallig ook door mijn vriendin gemaakt. Dat zie je natuurlijk ook wel een beetje. Ja, iets hommeliger stijl. En nee, niet dat. Het is een roodharige, leuke dame. Maar bijvoorbeeld hier inderdaad in de zomer kun je dan zeggen van... Oh, we gaan een waterballonnengevecht doen en dergelijke. En natuurlijk, dat speelt ook weer in dat je dat met kids kan doen en met peuters kan doen en dergelijke. En sowieso moet ik wel zeggen dat vrij sterk is aan deze uitbreiding. Dat het ook weer heel goed samenspeelt met de andere uitbreidingen. Dat is denk ik ook het moeilijkste als ze uitbreidingen maken voor de Sims. In hoeverre die een soort van kunnen overlappen met elkaar. En wat ik bijvoorbeeld hier heel erg mooi vind is dat de seizoenen dus bijvoorbeeld ook invloed hebben op het stadse leven als je stedelijk leven hebt. En ze hebben ook invloed op je huisdieren als je katten en honden hebt. Of honden en katten heet het in Nederland. Ja, die kunnen lekker ravotten in de sneeuw. Ja, precies. Nou ja, sowieso vind ik het heel mooi dat die seizoenen best wel in elkaar overvloeien. Maar bijvoorbeeld ook als je dan sneeuw op de grond hebt liggen, dat dan je laat voetstapjes achter. Maar dat je katten en honden dan ook, oh wow, sneeuw. Die laat ook mooi voetstapjes achter en dergelijke. Het is, ze hebben wel oog voor detail gehad. Dat is wat ik wil zeggen. Te zien. We kunnen allemaal lampjes ophangen, want ja, it's Christmas. Ja, nee, sowieso is dit een hele mooie gedaan. Want je dacht van, oké, hoe ga ik dan zeg maar tijdelijke versieringen ophangen? Hoe ga ik met kerst zeg maar mijn huis uitdossen? Moet ik dan los iets kopen en dan elk jaar weer weghalen? Nee, er is een decoratiekist. En daarmee kun je eigenlijk zeggen, ik wil alle randen van huizen en hekken wil ik nu ineens uitdossen met vlaggetjes. Oh, of dat is inderdaad echt heel hier. Handig. Ja, dat hebben ze echt heel netjes gedaan. En het werkt oprecht ook gewoon heel goed. Zoals we straks kunnen zien als we hier even uitgezoomd worden. Die dingen hangen dan automatisch zeg maar aan alle dakranden als je die dan ingesteld hebt. Ja, super slim. Kijk, daar zie je ze. En dan zijn ze s'nachts natuurlijk ook mooi. Dan zijn ze s'nachts weer mooi verlicht en dergelijke. En sowieso moet ik zeggen dat ik vind het heel netjes dat hier in de winter, wat naar mijn idee ook het mooiste en sowieso meest vernieuwende seizoen is inderdaad. Weet je dat het sneeuwt en dat je geleidelijk aan de hele buurt zie je dan wit worden en dergelijke. En ook de bomen dat ze daaraan gedacht hebben van oh, daar moet dan ook wat sneeuw op komen te liggen. De seizoenen worden wel echt goed verwerkt binnen je Sims ervaring. Dat sowieso. Ja, tof man. Want je kan sneeuwpoppen bouwen. Je kan sneeuwpoppen bouwen. Je plantjes kunnen buiten bevriezen dood? En dergelijke. Er is iemand overleden, ja. Die moesten we nog even commereren, zodat die daadwerkelijk heen kon gaan. Want anders krijg je natuurlijk dat zo'n spookje de hele tijd blijft irriteren. Maar goed, weet je wel, als je dan, weet ik veel, opa of zo naar het hier normaal hebt gestuurd, kun je verder gewoon genieten van je dag in de sneeuw. Gewoon gezellig, sneeuwpopje erbij. Leuk schoppen, dingen doen. Met die spullen die hij op zijn hoofd heeft en zo, dat doet hij automatisch. Of moet je die ook nog kopen? Nee. Je kunt sowieso veranderen. Je stelt natuurlijk met de Sims 4 stel je allerlei verschillende outfits in. En die kun je natuurlijk later ook wel aanpassen. Maar voor je kunt sneeuwpop dan... doe ik. Voor je sneeuwpop. Nee. Dat is ook echt een soort van skill die je op kan bouwen. Die eerste sneeuwpop is sowieso heel lelijk. En na een tijdje wordt het een heel stuk mooier en zo. Dat hebben ze best wel leuk gedaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je dan een of ander kind continu sneeuwpoppen laat bouwen, dat als die dan 80 is in de Sims wereld, dat hij dan echt de mooiste sneeuwpoppen bouwt. Ja, zo goed gaat het dan helaas weer niet. Maar ik moet zeggen, als je meer wil weten over deze game, dan ga geheid even die video review checken of de geschreven review. Maar een erg sterke Sims uitbreiding. Ik zou zeggen de meest essentiële. Maar het ligt er een beetje aan je smaak of je dit ook echt sowieso mee wil nemen in je Sims avonturen. Ja, misschien wel een lekker jonge hipster en wil je gewoon lekker stadse leven. Stedelijk leven. Het is leuk als je gentle fight wil zijn. Ja, moet je die pakken. Maar voor ieder ander is dit de essential.
Ja, misschien honden en katten. Ja, ligt er een beetje aan. Maar goed, thanks Peter voor het aanschuiven. Ja, bedankt Tom. En tot snel op gamersnet.nl.